Voor Gedichtendag heb ik een gedicht gekozen van de Nederlandse schrijver Gerard Reve uit zijn bundel Verzamelde Gedichten. Gerard Reve is een man die toen ik Nederlandse literatuur begon te lezen op jonge leeftijd, mij liet inzien wat je voor mooie dingen allemaal met de Nederlandse taal kon doen. En de schrijver is ook altijd van op jonge leeftijd al heel erg bezig geweest met ziekte en de dood. En dat zal je ook in dit gedicht merken. Het heet Getuigenis. Ze willen dat ik schrijf voor de vooruitgang, maar ik kan niet schrijven zoals zij, al stam ik van hen af. Ik moet de wijken van het volk in en mijn oor te luisteren leggen. Zo hoor je nog eens wat. Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat is zeker. Dus ga ik de straat op met mijn eigen vaandel, waarop geschreven staat vrijheid, ziekte, ouderdom, lang leven, de dood. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.